uit de hoed van Mark Brijs staat op het middenveld bij OH Leuven. Zonder dat hij echt kon aantreden in oefenwedstrijden. En dan is het maar goed voor de thuisploeg dat die bal niet tussen de doelpalen ging. Want dan had Kozokaru meteen grote problemen gehad. Mercier neemt uiteraard ook de stilliggende ballen voor zijn rekening. En daar is meteen een schot van Biron dat erover gaat in het vak van zijn eigen supporters. Vorige week tegen Genk weer. Te laag gegeven, meteen weggekoopt in de eerste zone. En dan Torsteinsson had kunnen doortikken in één tijd. De combinatie die loopt spaak. Weer Schrijvers erbij naar Torsteinsson. En ruimte nu voor de IJslander. Met rechts, ja, dat is een verrassende bal. Tegen de knieën van de Fournie. Maartens, combinatie met Torsteinsson. Opnieuw Maartens met wat geluk. Sagrado dan met het schot en weer de Fournie. Deze keer met iets minder om niet vasthouden. De jonge Sagrado op de rechterflank. Trappen maar. Moeilijke hoek natuurlijk om van daaruit te scoren. Hij maakt er het beste van. Op de vuisten van de doelman. En zo is RWDM tot twee keer toe gewaarschuwd. Vanuit dezelfde hoek in het strafschopgebied. Wat rechts voor doel. Eerst Torsteinsson met die rare poging. Nu de rechtsback, Sagrado. Cassapa wil dat ze opschuiven. Predikt wat rust ook bij zijn manschappen. Wat langer aan de bal blijven, dat zou wel helpen. Nu misschien met El Ouadi. Ah, leuke dribbel. Hij blijft maar gaan. En Keita dan met een goede bal. De kans voor de Saar. Die gaat erover. Tot van een kans. Hier El Ouadi met zijn bijna eindeloze slalom. De pas vooruit nog. Van Mercier. Die zocht naar die eerste assist in het nieuwe seizoen. Moeilijk wel voor de Saar. Niet zo eenvoudig als die bal achter je komt om die laag te drukken. Maar wel de grootste kans in de match voor de Brusselaars. Domo en de Saar, zij moeten het spel regisseren samen met uit. Mendel gaat op wandel en de ruimte ligt bij Schrijvers, maar een slechte pas, zomaar in de voeten van de Saar. Als er zoveel ruimte ligt, dan moet die bal aankomen. Daar zijn geen excuses voor. Er is Biron. Door Bansuzi. En dan Opoku wordt niet meteen aangevallen. Sagrado loopt weer mee. Daar is hij plots. Sagrado. Oh, heerlijk doelpunt. Heerlijk doelpunt van de rechtsachter van OH Leuven. De 19-jarige Sagrado viert het voor het sfeervak. Een verrassend opduiken was dat in de grote rechthoek. En de 1-0 voor Oud-Heverlee Leuven. Sagrado. En het was al de derde keer dat hij meeschoof. De verdedigers die eerst te ver uit elkaar staan daar in het hart. Daar glipt Sagrado tussen. Le Joncourt en Eris lopen nog wel naar binnen, maar komen allebei te laat voor Ricci Sagrado. Mooi. Torsteinsson met de actie op links. Wordt aangevallen door Duomo, ook door Eris. En dan probeert hij een hoekschop te versieren. Dat lukt hem ook. Tot grote woede van Jonathan Eris. Die mag meteen bij de nul komen. Even kijken of zijn uitbarsting terecht was. Het kan zijn dat er een licht contact was. De bal ging daar even in de kluts tussen de twee. Het resultaat is hoekschop nummer 3 voor Oud-Heverlee Leuven op het halfuur. Scherp aangesneden bal naar de tweede paal. Daar nog Bansuzi. En Pletings met het hoofd in de handen van Theo de Fournie. Kansje voor Oud-Heverlee Leuven. Even voorbij het half uur kijken we naar een vrije trap van Xavier Mercier. Hij kan ze leuk leggen voor doel. Dat doet hij ook, maar Pletings staat op de goede plek. Biron nog een keer met het schot nu over het doel van Kozokaru.
aan. Vleetings onder druk gezet. En de rust was weg. Mercier dan. Fantastische redding van Kojokaru. Met één hand erbij. Goed druk gezet. Op links door Biron onder meer. Richting Vleetings. En dan de doelpoging die er kwam. Van Mercier. Sneller op de bal. Heeft overschot op Maartens. En dan weer naar Biron. Meteen diep gespeeld. Elke keer. Bij Leuven hebben ze dat intussen wel door. En kijken ze een stapje vooruit om die bal te onderscheppen. Duomo en ruimte voor Dailly. Zelf proberen, waarom ook niet. Richting de tweede paal, maar erover. Dus op dit moment, als je naar de bank kijkt bij RWDM. De beste staan er eigenlijk gewoon op. En de andere, de nieuwe, zijn nog niet speelgerechtigd. Buiten Florent Sanchez, die we misschien straks wel zullen zien. Die zit voor het eerst in de selectie. Mercier weer richting Biron. Nu staat hij er wel en nu scoort hij. Geweldig afgewerkt door Michael Biron. Op assist van, jawel, Xavier Mercier. Het eerste doelpunt van RWDM na de terugkeer in de hoogste klasse is een feit. Op slag van rust, de gelijkmaker in Leuven. En baf. Vleetings laat hem lopen. Komt gewoon te laat. Stapt even verkeerd in om die pas van Mercier, die geweldig gemeten was. Tussen drie Leuvenaars door vindt hij hem toch, Michael Biron. Geweldig gedaan. En de afwerking, die mag recht wel zijn. Met Sagrado en Biron als de doelpuntenmakers. En daar gaat de Saar meteen de diepte in. Niet kwaad gedaan. En Kojokaru, die stond in niemandsland. De Saar, die heeft daar nog wat gezien. Te snel uitgestapt daar achterin. Een zee van ruimte. Kojokaru stond echt nergens. Rika stapt uit. Ja, misschien wel met de hand daar aan zijn rechterhand. Inderdaad. En die hangt niet. Laurens Visser kijkt, spoelt terug en kijkt nog een keer. En dit signaal voorspelt voor de thuisploeg alvast niet veel goeds. Maakt zijn lichaam groter. Maakt geen slaande beweging naar de bal, dat niet. Maar het is niet dat die arm naast zijn lichaam hangt. De nul is klaar. En het is een penalty. De kans voor RWDM om op voorsprong te komen. Bigo maakt die meteen zijn tweede. Of wordt het Kojokaru? Nee. Gewoon hoog in het doel getrapt door Biron. RWDM 1-2 voor aan de dreef. En als hij al niet geliefd was door al zijn doelpunten vorig seizoen, 16 in totaal. Hier de penalty nog een keer. Even inhouden, dan trappen. Redelijk centraal. Maar als je die zo hoog trapt, is er denk ik geen enkele keeper die zo blijft staan. Hoekschop weer met Siebe Schrijvers. Rika is daar en die scoort niet. Wat een save van de Fournier. Prachtreflex van de doelman van RWDM op die kop. Ze lieten hem vrij bij de eerste paal. En prima uitgehaald door, geranseld door de Fournier. Eén hand. Sanchez, het hoofd van Rika. Opgevangen door Pierre Duomo. Die gaat op wandel. Pierre Duomo nog heeft daar de ingevallen Japanner gezien. En dan Biron nog even met een baltoets. Hij droomde van de hat-trick even op dat moment. Maar... einde van de wedstrijd. Het is zover. RWDM heeft zijn eerste zegepeet sinds de terugkeer in de hoogste voetbalklasse.